show you. Loco, maniac, sick kid, psychopath. Yeah, I'm gonna show you, I'm gonna show you. Hey iedereen, ik ben Stien en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik echt iets super leuk doen, want ik ga een kijkje nemen achter de schermen van het leven van iemand die werkt bij TUI als cabin crew of als piloot. Kom maar mee! Dit is mijn papa en hij is piloot bij TUI Fly. En vandaag gaat hij een vlucht doen en ik ga mee gaan kijken. Ik sta hier nu bij de crew lounge en hier kunnen de stewards en stewardessen of in het kort de cabin crew wachten voor als ze stand-by zijn. En stand-by zijn betekent eigenlijk dat je kunt opgeroepen worden voor een vlucht en dan moet je binnen de 45 minuten aan het vliegtuig staan. En dus hier kunnen ze terwijl wachten. Je kunt hier ook buiten en dan heb je een heel mooi zicht over de luchthaven. Als de cabin crew cursus moet volgen, dus opleiding moet volgen, dan kunnen ze in de middag hier komen eten. En er is een kei mooi zicht. We gaan nu in het vliegtuig en daar staat het al klaar. Daar staat ons vliegtuig en daar gaan we nu naartoe stappen. Ja, maar ik heb het al gehoord van vliegtuig. Ik ga nu in een leeg vliegtuig en hier ga ik jullie alles een beetje tonen achter de schermen, want er zijn hier een paar plekjes dat niemand al ooit heeft gezien, alleen van de passagiers. Eigenlijk een beetje geheime plekken in een vliegtuig, dus die ga ik nu aan jullie laten zien. Cool toch? Ik zit nu in de cockpit van de Boeing 787, dat is een Dreamliner. En hiermee vliegen we dus naar Cancun. En kijk dus. Hey! Cool hè? En dit is het zuurstofmasker. Normaal in de cabine dan komt dat zo uit het plafond. Maar hier moet je dus dat pakken en knijpen en op je mond zetten. We zijn nu onderweg naar buiten, want we gaan de external inspection doen. En dat betekent dat je dus moet kijken of er niks kapot is aan het vliegtuig voordat je gaat vertrekken. En de piloot moet dus altijd verplicht doen en we moeten ook verplicht een fluo vestje aandoen. Dus ik ga samen met mijn papa even gaan kijken naar de onderdelen van het vliegtuig. Dat is echt super groot. Kijk die motor. Oké, we lopen hier onder het vliegtuig. Zo cool. Dit is het neuswiel. En dan daar zijn nog andere wielen. Van de passagiers en dan laden ze in van die grote platenachtige fiets, denk ik. Kun je het noemen? Daar zitten wieltjes op en dan kan dat zo in het vliegtuig. Ja, nu is het naar binnen. Nu komt de heel bekende TUI Wave en dat is eigenlijk een wave van lichten en kleuren. Dus ik ga je dat nu laten zien. They say, oh my god, I see the way you shine. We gaan opstijgen. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you. Ik ben nu van achter in het vliegtuig en alles wordt klaargemaakt voor het middagmaal en het aperitief. En ik heb ook een sjaaltje en een hoedje gekregen. En we staan hier nu in de keuken. We gaan nu in een geheime ruimte in het vliegtuig, namelijk de bunk. En dat zijn allemaal bedden. En hier kan de cabin crew dan rusten tijdens de vlucht om de beurt. Zeker als het nachtvluchten zijn, is dat wel echt handig. Dus tijdens lange vluchten dan mag de cabin crew hier rusten om de beurt. En dat kun je dus doen in deze bedjes. En dan zijn er zo gordijntjes en dan heb je zo'n aparte ruimte. Slapen! Heel gezellig. Even chillen hier op je gemak. Helemaal uitgerust, dus ik ben klaar om terug opnieuw te gaan werken. Let's go! Ik zit nu op een jump seat en hier zit de cabin crew tijdens het opstijgen en het landen. En die zitten dus vlak aan de deur.
Elke cabincrew zit dus eigenlijk dichtbij een deur. En in het geval van een emergency, dat betekent dat de passagiers heel snel het vliegtuig moeten kunnen verlaten omdat er iets grondig mis is. Dan kunnen zij dus deze deur heel snel open doen door gewoon hup te doen. En dan kunnen alle passagiers super snel uit het vliegtuig gaan aan de hand van zo'n soort van glijbaan. En dat kan je hier zien. Dat is zo'n glijbaan. En dan kan dat als boot dienen. Hieronder zit eigenlijk allerlei veiligheidsmateriaal. We gaan even kijken. Zoals een zwemvest, een smoke hood, dat is om je te beschermen tegen de rook. Een megafoon voor het geval van een noodlanding of een probleem op het vliegtuig. En hier zitten nog een paar dingen. Dat is een zuurstof, een brandmasker, een mondmasker voor zuurstof. En dat is eigenlijk gewoon een telefoon. En dan kun je een boodschap of een aankondiging die de passagiers dan kunnen horen. Hier sta ik dus in de keuken waar drank en eten en zo staat. Dus we gaan even kijken waar ze staan. Hier staat de drank. En dit is een oven om het eten op te warmen. We zijn geland. En nu zijn we onderweg naar het busje dat ons komt oppikken, want dan gaan we naar het hotel. We zijn nu de volgende dag en we gaan nu ontbijten. En alle crew blijft hier dus ongeveer 2 dagen en dan keren ze terug met het vliegtuig. En dus nu kunnen ze eigenlijk gewoon 2 dagen genieten van Mexico in een kei-chic hotel en ontbijten, zwemmen, kruinen en zo. I'm the type to make a turn on the daddy. The baby, make her forget what she learned from her daddy. I don't be tripping on this shawty, I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shawty, she don't be kissing on me either. She came with you and left with me, I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new Beamer. That girl know what she wants, she make me take it off, she see me. Dit was dus onze eerste dag in Mexico. En dat betekent dat dus eigenlijk heel de crew gewoon een hele dag in Mexico mag blijven. Ik heb wat gezwommen, gezond, in de zee, in het zwembad, lekker gegeten. En eigenlijk mag de crew dat ook eigenlijk gewoon doen. En morgen vertrekken we helaas al terug naar huis. Maar we hebben wel nog een halve dag eerst waar we gewoon nog kunnen chillen. En dan pas in de namiddag vertrekken we terug naar de luchthaven. En dan ga ik samen met heel de crew terug naar huis vliegen. Dus ja, dat was wel vandaag. En dan zie ik jullie morgen terug. Bye! Hey iedereen, we zijn nu vrijdag en dat betekent dat we straks dus naar huis gaan. En heel de crew gaat dus ook naar huis. Maar we hebben eerst nog een halve dag waar we kunnen zwemmen en zo. En we zijn nu onderweg naar het ontbijt. Hey iedereen, we hebben ons net gedoucht en klaargemaakt, want we gaan nu terug naar de luchthaven. We zijn nu aan het wachten op het busje en de crew zit daar achter mij. En die zijn dus ook aan het wachten op het busje. En dan gaan we naar de luchthaven en gaan we naar huis vliegen. Hey iedereen, ik ben nu ondertussen thuis. De vlucht was redelijk vlot gegaan. Ik was wel een beetje moe, want het was natuurlijk een nachtvlucht. Dus ik heb vooral geslapen. En ik ben dus nu thuis. Ik vond het echt super leuk om een keer mee te gaan naar Mexico. Dus ja, dit was dan de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video terug. Bye! Mwah. Hey iedereen, ik ben er weer, want ik heb nog een beetje info voor jullie. Voor als jullie zelf misschien ooit cabin crew willen worden. De selectiecriteria voor cabin crew te worden. Je kan dat doen vanaf je 18 jaar en je hebt een middelbaar diploma nodig. En je kan ook cabin crew zijn als studentenjob. Dat is echt super cool. Je hebt natuurlijk ook een goede talenkennis nodig. Frans, Nederlands en vooral Engels, want de cursussen zijn in het Engels. En een rijbewijs is ook wel handig, want soms moet je heel vroeg opstaan en dan rijdt het openbaar vervoer niet. Of zoals ik al zei in het begin van de video ergens, soms ben je standby en dan moet je heel snel op de luchthaven geraken. Dus als je een auto hebt, is dat wel handig. Als je graag wilt solliciteren voor die job, dan kan je je cv indienen via onderstaande link in de beschrijving. En dan gaat iemand jou opbellen en dan gaat hij jou een paar vragen stellen. Wanneer die telefonische screening goed is, dan word je eigenlijk uitgenodigd voor de selectiedag. Tijdens die selectiedag ontmoet je ook andere kandidaten. En dan krijg je een soort van presentatie met heel veel uitleg. En daarna volgt er een groepsdiscussie, waarbij eigenlijk je talen een beetje worden getest.
Dan volgt er nog een klein kort persoonlijk gesprek. En als je dan geslaagd bent voor de selectiedag, dan kan je als cabin crew starten. Super cool. Je krijgt dan training en die training die duurt 6 à 8 weken. En als je dan uiteindelijk bent afgestudeerd, dan krijg je een wing op de Wing Parade. En daar kan je ook vrienden en familie en zo uitnodigen. Dat is een superleuk event. Dus ja, dat is het zo'n beetje. Dus als jij interesse hebt, check dan zeker even linkje in de beschrijving. Oké, dat was het. Ciao!